ben Flitsje van Leeuwen, ik ben chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de naam Chronisch Bi en welkom bij deze nieuwe weekvlog. En dit is weer een weekvlog van meerdere weken, omdat ik begin vorige week onwijs ziek ben geweest, dus de vlog niet kon editen. Ja, het lijkt een soort standaard te worden dat vlogs nu meerdere weken zijn. Sorry daarvoor. Ik ben afgelopen week naar het concert geweest van Blank, Simon de Wit. Ik heb wat dingen gepast in de H&M. Wat laat ik nog meer zien? Voor de rest weet ik het eigenlijk even niet. Maar veel plezier met kijken. Ja, sorry, ik sta op het toilet. Oh, het is mijn haar naar vandaag. Zo vettig. Nou ja. Ik sta op het toilet, want ik wilde eerst wat eten bij Floors. Dat is een nieuw glutenvrije café lunchroom. Maar die zit vol en is gereserveerd. Toen dacht ik, nee, dan ga ik naar de Hortus. Maar die zit ook vol en die is ook gereserveerd. Ik moest sowieso plassen, dus dat wil ik niet doen. Maar dit vind ik wel een beetje minder. Want in de universiteitskantine hebben ze gewoon geen glutenvrije dingen. Inmiddels zit ik weer bij mijnzelfde stek waar ik eigenlijk altijd zit. Barista Café. Ik heb geen idee of je mij kan verstaan. Het is super luid hier. Maar daar ga ik gewoon lekker glutenvrij club sandwich eten. En straks ga ik misschien nog even over de markt. En ik wil de universiteit gaan mailen, want ik ben naar het restaurant gegaan op het Wipjes. Maar daar hebben ze gewoon niets glutenvrijs. Alleen de salade, maar die mag ik dus niet in verband met andere allergieën. En ik vind het gewoon suf dat ze geen glutenvrije optie hebben. Want ze hebben allerlei losse broodjes en los beleg. Dus als je bij bijvoorbeeld de Welsh Bakestone of de Odenwald Bakery gewoon losse broodjes bestelt. Die zijn voorverpakt, krijg je zo binnen. Kun je die erbij leggen. Wij glutenvrije mensen weten dat je daar iets meer voor moet betalen. Dat is helemaal prima. Dus daar ga ik een mailtje over sturen. En ik ben benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Oké, mensen zijn luid. Ik heb deze top gepast. Die vind ik heel mooi staan, maar ik twijfel door van 1020 euro. Deze rok zit echt net te strak. Hij zit gewoon echt te strak. Hij kan net niet dicht. Maar ik vind hem zo mooi. Maar hij past niet. Ik ben zo sad. Ik ben zo sad. Ik ga zo goed op deze kleur. En je ziet mijn buik erin, maar het is niet op een sexy manier of zo, weet je? Ik baal er zo van dat hij net te strak zit hier. Drie keer raden wie het voor elkaar krijgt om midden in de nacht haar hoofd keihard te stoten. Op! Je ziet het niet eens. Op deze punt hier. Je ziet het gewoon niet eens. In ieder geval de punt van mijn bureau. Oh my god. Ja, ik heb nu eens heel groot gevaart en er ligt hier zo'n ijsblok. Zit hierin verpakt. Vooral de zwelling. Te dempen. Maar ik heb echt gegild. Dit deed echt heel veel pijn. Waarom ik dit soort dingen altijd? Het ziet er een beetje vreemd uit. Sorry, ik heb een handdoek in mijn haar en een koptelefoon op omdat ze aan het verbouwen waren. Ik heb net met mijn coach nog een keer een mailtje gestuurd naar de VU. Omdat ik al 2 weken geleden een uitgebreid antwoord had geschreven. Daar nog niks van heb gehoord. En daar staat eigenlijk in dat ik van een arts een verklaring moet hebben met wat ik nodig heb en wat mij zou stimuleren. En dan gaat het ook nog eens over een leerstoornis en niet over mijn fysieke klachten. Want daar heb ik het meeste last van. Dat heb ik ook aangegeven in die mail. Wat ik ook lastig vind, en dat is in Leiden toch anders, is dat ze niet vrijstelling kunnen geven van de aanwezigheidsplicht. Ik vind het vreemd, want volgens haar staan daar landelijke regels voor. Ja, dat vind ik vreemd, want daar heb ik hier bij Leiden helemaal niet mee te maken gehad.
Ja. Ik heb gewoon niet het gevoel dat er echt werd meegedacht weer. Dit voelt een beetje als 5 jaar geleden toen ik voor het eerst naar de Universiteit Leiden toe ging en vroeg wat er mogelijk was en dat er gewoon niks mogelijk was. En hier voor de Universiteit Leiden was bijvoorbeeld de verklaring van het UWV goed. Officieel wordt dat ook gesteld volgens mij door een big geregistreerde arts. Maar ik vind het gewoon zo kut. Dat. Ja, ik. Maar en die arts moet dan ook gaan uitleggen wat ik nodig heb. En het gaat dan vooral om stimulerende en compenserende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de studenten met een leerstoornis zo weinig mogelijk hinder ondervinden van hun stoornis. Überhaupt is. Ja, ADHD is natuurlijk een stoornis, technisch gezien. Maar dat is niet eens waar ik per se last van heb. Ik heb last van mijn fysieke klachten. Ik heb. Als ik niet goed fysiek voor mijn lichaam zorg, dan pas krijg ik extra last van die ADHD, zeg maar. Het is gewoon niet het bericht waar ik op hoopte, laat ik het zo zeggen. En ik weet gewoon even ook niet zo goed hoe ik ermee moet omgaan. Morgen ga ik weer terug naar het ziekenhuis. Daar ben ik ook heel zenuwachtig voor. Omdat ik heel erg bang ben dat ze gaan zeggen, ja, het is niet normaal, maar het is ook niet abnormaal. En we weten niet wat het dan is. That's it. Volgens mij komt mama straks medicijnen brengen. En ik hoop dat ik met mama even dingen kan doorspreken. En ik heb het mailtje wel al ook gewoon via WhatsApp even naar mijn coach toegestuurd. De persoon van de VU wil er misschien woensdag over bellen. Maar ik heb daar eigenlijk op dit moment even geen ruimte voor. Ik wil het eerst met mijn coach en met mensen doorspreken. En. Het is al 5 minuten bijna. Het is gewoon zo. Ik haat dat de wereld zo oneerlijk is. Want mentaal kan ik het gewoon. Maar fysiek kan ik het niet. En. Er wordt niet eens ingegaan op mijn idee om dingen online bij te wonen. Ik moet ook wat gaan eten. Want mijn lichaam vraagt om eten, maar ik. En er komt ook nog bij, volgens mij heb ik het helemaal niet verteld, dat ik gisteravond heel hard mijn hoofd heb gestoten tegen de rand van mijn bureau. Echt zo. Ja, dat heb ik wel verteld. Op de punt, echt. Wacht, misschien kan ik het nu goed laten zien. Kijk, precies deze punt kwam zeg maar hier tegen mijn voorhoofd aan. Oké, vandaag ben ik bij de neuroloog geweest. We hebben langer in de wachtkamer gezeten dan in de kamer van de neuroloog zelf. Maar goed. Het komt erop neer dat het EEG, dat het hersenfilmpje wat 2 weken geleden is gemaakt nadat ik een nacht op moest blijven, niet per se normaal is. Maar ook niet per se heel abnormaal. Ja.
Dus komen we verder mee, maar juist. Ze gaan het dus in de gaten houden. Dus zij gaat overleggen. Nee, wat ging ik? Chaos. hij gaat nog overleggen met zijn collega's. Ook omdat hij dit jaar met pensioen gaat. Dus hij me moet overgeven aan een andere neuroloog. Misschien dat zij iets weten. Het is niet duidelijk epilepsie. Pardon. Het heeft er ook mee te maken dat bij epilepsie vaak één kant van je lichaam uitvalt. En dan zeg maar niet zoals bij mij eigenlijk horizontaal, maar verticaal. Dus dat vinden ze raar en daar kon hij nog niet zo goed, zo snel iets voor bedenken. Ik moet het nu goed gaan bijhouden wanneer het gebeurt. Nou ja, dat doe ik in principe al. En dan vooral ook de toeleiding en gewoon alles goed opschrijven. Ja, en dat is het nu een beetje. Hij of iemand anders van het team zal mij terugbellen als ze overleg hebben gehad. En dus wat duidelijker kunnen. Ja, misschien dat iemand anders, zeg maar een andere neuroloog, een andere blik heeft. Die misschien zou zeggen, oh, dat zou het wel eens kunnen zijn, weet je wel. Dus dat is dan weer afwachten. Ja, dat had ik zelf ook al een beetje verwacht. Dat is wel meer de samenvatting van mijn ziekteverloop. Het is niet per se normaal, maar het is ook niet per se abnormaal. Dat is een beetje de samenvatting van al mijn uitslagen altijd. Maar goed, ja, we gaan gewoon weer verder. En ja, mailtje van de VU heb ik nu een beetje kunnen laten bezinken. En ja, ik ga het gewoon volgende week donderdag met mijn coach ook doorspreken. Kijken wat we ermee gaan doen. Ja, het is gewoon even hergroeperen of een soort van opnieuw. Ik had gehoopt dat ze wat bewegelijker waren, laat ik het zo zeggen. Maar helaas. Gaan we gewoon even kijken wat we daarmee gaan doen. Ik ben nu op het toilet bij Taco Bell. Goor. Maar ik moest oplossen en ik moet zo nog in de rij staan voor het concert buiten, dus ja, moet iets. Zondag heb ik echt gewoon een soort van eilend op bed gelegen. Maandag
Toen was mama even langs geweest, toen ging het alweer iets beterder. Gisteren ook. En eigenlijk voel ik me vandaag alweer oké. Ik heb alleen nog een beetje last van mijn rug. Maar daar heb ik de afgelopen weken al wat langer weer last van. Dus ik denk niet dat het per se van het ziek zijn kwam. En vandaag gingen mama en ik... kwam mama langs, even op mijn huisje schoonmaken. En toen zag ik op Too Good To Go dat de glutenvrije markt bij mij in de buurt de glutenvrije verrassingsbox had. En er stond bij dat er dingen in konden zitten die over de datum waren. En toen dacht ik eigenlijk, nou ja, meestal met Too Good To Go box is dat van die week zelf of hooguit van deze maand. Weet je, het is meestal of bijna over de datum of net, niet al heel lang. En in deze box zaten gewoon dingen die maanden over de datum waren. En ik snap bij een THT, dus tenminste houdbaar tot, dat het langer goed kan blijven. Maar met brood, ontbijtkoek en andere dingen, wel, ik ga het risico daar toch niet opnemen. En vervolgens, toen we dat aankaarten, tussen een mevrouw die daar werkte, die vond het al wat vreemd, dus die heeft de baas erbij gehaald. En ja, die deed een beetje raar, hè, mam? Nou, een beetje alsof we achterlijk waren of ja, zo. Ja, alsof we... Ik weet niet, we werden gewoon kleineren, belittelen. Het is zeg maar in... Betuttelen. Dat is het woord. Dat was het. Ik kon er niet opkomen. En hij bleef maar uitleggen wat de THT heeft. Dus dat weten we. Ik drink zelf ook melk die soms al een week technisch gezien over de THT is. Omdat de melk gewoon nog goed is. Ja. Maar dingen die maanden, echt dingen van november of oktober 2022. En juli vorig jaar. En juli 2022. Ja, nee, dat vind ik een beetje, dat ik denk, dat gaat me iets te ver. Ja. Maar ja. Het voelt heel onfeministisch dat ik er niks van heb gezegd op Internationale Vrouwendag. Maar goed, ik dacht, ik kon gewoon echt niet op het woord komen en ik word steeds bozer. Dus mama heeft gezegd, nee, we gaan het pakket niet aannemen, die is weggelopen. Maar ik dacht echt, nou ja, dit is... Hoi, met handschoenen is het een stuk lastiger. Hoi, goedemiddag. Ik ben even in de stad en zoals je misschien kan zien sneeuwt het. Ik ben heel even de CNA in geweest, heb een aantal dingen gekocht. Ik heb de laatste tijd wat veel nieuwe kleding gekocht, dus ik vind ook dat ik vanmorgen of vanavond even mijn kledingkast moet uitzoeken. En de kleding die ik niet draag weer op Vinted moet zetten of moet weggeven aan de kringloop of iets dergelijks. Zodat het weer kan hergebruikt worden. Maar de sneeuw blijft gewoon een beetje liggen. Het is nog wel vieze slurry sneeuw. Maar het blijft liggen. Wat ik dan weer even vergeten was, is dat het op je zadel blijft liggen. Gelukkig heb ik deze broek nu nog. Die wil ik eigenlijk wegdoen, want die zakt van mijn reet af. ik moet nog even naar de Hema. En naar de Flying Tiger. Ik wil één pet peeve kwijt. Waar ik echt een beetje moe van word en dat iedere keer gebeurt, is dat postbezorgers bij een post niet helemaal in mijn brievenbus doen, waardoor al mijn post dus doorweekt wordt. Ik heb brieven gehad die ik nauwelijks kon lezen omdat mijn post zo nat is. Oké, ik hoop dat dit gewoon zo gaat, want mijn telefoon zit ook in de oplader op dit moment. Omdat ik de livestream van Extinction Rebellion heb zitten kijken en blijkbaar vreet dat energie uit je telefoon. Ik heb mijn kleding uitgezocht. Ja, en het is best veel. Want ik denk, oh, dit heb ik al een jaar niet. Soort dingen die ik al minimaal 3 maanden niet meer aan heb gehad. Vervolgens denk ik, ga ik dit nog aandoen? Nee. Sommige dingen word ik hier blij van? Nee, ook niet. Dus dan is het hier op de stapel beland. Sommige dingen zijn te groot, sommige dingen zijn te klein, sommige dingen ja, passen niet meer in de vibe waar ik voor wil gaan. Dat heb ik meestal wel. Ik heb meestal wel echt heel duidelijk een soort van vibe in mijn hoofd waar ik voor wil gaan. En dus nu wel echt een beetje die academia, dark academia, aesthetic-achtige dingen wel. Af en toe met iets leuks ertussen. maar dat vind ik cute, dat vind ik leuk staan. Daar hou ik van. Ik wil heel graag meer slacks, dus van die pantalonbroeken. Maar daarmee gaan we nog even wachten. Ik heb nu genoeg kleding gekocht voor de komende tijd.
Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. En dat heeft er meer mee te maken dat ik gewoon niet de puff en de energie heb om alles op de foto te zetten. Dan nog alles te gaan verkopen en te gaan verzenden en te doen. Maar ik wil het ook niet in zo'n kledingbak gooien die je wel eens bij de supermarkt hebt staan. Want ik heb begrepen dat heel veel daarvan uiteindelijk alsnog op de vuilnisbelt belandt. Ik zou het in een kledingtas kunnen doen, maar ik weet niet aan wie ik die dan zou moeten geven. Ik denk dat ik het nu sowieso inderdaad even ga opvouwen en opruimen en in een tas ga doen. En daarna nog in ieder geval langs mijn moeder sturen en vragen of zij er nog wat van wil hebben. Er zitten wel een paar dingen tussen die zij leuk vindt, denk ik. Maar voor de rest... Ja. Er zitten ook nog een paar dingen in de was waarvan ik denk, well, misschien wil ik die niet meer. Die heb ik meer aangetrokken omdat de rest van de kleding die ik wel aan wil in de was zat. Ja, dit is trouwens een van de nieuwe dingen die ik heb gekocht gisteren. Ik heb hem in deze kleur en in een roze kleur. Ja. Ik krijg net op YouTube een reclame. Voor een bank. Op zich prima. Maar die bank begon bij 3195 euro. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik ken niet heel veel mensen die dat geld hebben voor een bank. Ik zal mijn bank even delen. Mijn bank is een oude IKEA-bank. Waar ik door kleedjes overheen... Het zit nog niet heel netjes, ik wil dit netter doen. Maar waar ik nu met kleedjes, zeg maar, een nieuwe bank van heb gemaakt. It's a mess in my house, so, nou ja. Ik weet heel veel betere en leukere dingen die ik kan doen... Met ruim 3000 euro. Door een bank kopen. Een bank! Van 3000. Dat was dan alweer de weekvlog van deze week. Nou ja, van deze twee weken. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Als je op de hoogte blijft van iedere video die ik post. Ik zou het ook tof vinden als je me zou volgen op andere social media. Daar heet ik ook @chronischbi. En dan hoop ik jullie gewoon volgende week weer te zien. Of weer over 2 weken. Maar misschien lukt het dit keer wel gewoon om een week vlog te maken. Als ik niet ziek word of mijn lichaam... Lichaam werkt mee. Tot de volgende keer.